Welkom Steve. Proost. Proost. Daar, daar zitten we weer. Is het, voelt het lang geleden dat we hier zaten? Um, of voelt het juist kort? Nou, het voelt wel lang geleden. Het is alleen weird door weet je, hoe de jaren, uh, met name dan de afgelopen twee, zijn geweest qua uh, ja, niet-je uh, normale gang van zaken. Dat uh, de tijd voelt wel hetzelfde. Maar je hebt niet evenveel gedaan. Of. Weet je, ja, veel van hetzelfde weer. Weet je. Ik bedoel, je zit nog steeds veel thuis. En je bent nog steeds niet helemaal. Uh, ja, niet helemaal gewoon normaal aan het, aan het leven eigenlijk. Ik denk nee. dat, het, dat dat is de korte versie is. Dus, um... Precies. Je hebt, maar je hebt niet het idee dat daarom inderdaad. Ook al ja, voelt het. Um, je hebt niet het idee dat de tijd minder. Of dat de tijd eigenlijk sneller gaat. Um, of juist niet, omdat je zo weinig doet. Nee, nee ik denk dat, je, dat, we hebben sowieso natuurlijk een hele andere invulling van uh, het thuisleven. Dus ver nog. Ik zit sowieso met die drie kids, dus het is al compleet chaos. En um, daardoor voelt het al heel anders. Het is alleen meer dat ik denk, afhankelijk, is dat natuurlijk ook niet altijd, maar soms heb je, denk ik, wat vaker afwisseling in je jaren. En... Ja, nu was het gewoon weer gewoon thuiswerken, thuis zijn. Uh, af en toe even een periode dat er wel weer van alles mag. Maar nog steeds, net zoals ook het jaar daarvoor, met allemaal uh, beperkingen of dingen die een soort van reminders zijn dat het niet helemaal normaal is. Weet je, of het nou uh, is dat je ergens uh, uh, even met een mondkapje op naar je tafel moet lopen. Of dat je de QR-codes moet laten zien. Noem het maar op. Er is altijd wel iets wat. Uh, als het heel eventjes erop lijkt dat we weer terug gaan naar normaal. Is er altijd nog wel iets van één of twee elementen die continu een reminder zijn. Dat het toch niet helemaal normaal is. Is het ook nog niet normaal geworden? Het blijft, het blijft nog, nog steeds abnormaal voor je voelen. Die, die QR-codes of, of mondkapjes of de andere ja, de dingen die we twee jaar geleden niet hadden. Nou ja, je bent er wel heel erg aan gewend. Maar ik denk dat. Ik heb dat zelf, maar ik denk veel mensen ook. Je bent continu wel echt nog steeds aan het naar een punt aan het toeleven dat je dat het officieel voorbij is, um, omdat je iedere keer nu. Tenminste, ik heb dat heel erg. Dat je we gaan het hier trouwens niet het over hebben, hoor. Dus, dus ik weet niet of dit uh, de, de, de bedoeling was Het gesprek gaat natuurlijk. Nee, 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 nee. Dit is de hele fucking tijd. Iedereen heeft het over de situatie. Ja. En ik wil daar niet aan bijdragen. Maar dat, uh, je bent, je bent, iedereen is heel erg aan het uh, rekening houden met. Weet je, als het niet goed gaat, gaan we weer terug. Dus weet je, je, je hoopt iedere keer wel van. Nou, misschien gaan we stijgende lijn. Maar iedereen is continu wel voorzichtig met niet te hard van stapel lopen. Zo, want ja, zoals het nu blijkt. Ja. Weet je, uh, als je pech hebt, uh, dan uh, uh, gaat alles weer terug uh, uh, bergafwaarts. Maar we gaan nog wel een keer terug naar normaal. normaal. Ja, natuurlijk. Ja. Alright. In welke, in welke hoedanigheid zit je hier? In welke, welke mindset of soort van, met welke vibe? Ben je gestrest, ben je geshaved, ben je super relaxed, oh. ben, je, ben je happy, ben je... Um, nee, uh, ik, ik heb uh, één zieke thuis. Uh, niks uh, uh, corona gerelateerd. Uh, dus, uh, en die is al een week ziek. Uh, dus dat was gewoon een beetje een uh, uh, pittige week. Uh, en ik bedoel, als je een van je kinderen ziek is, kan dat relaxed zijn. Alleen hij had nu de hele tijd krampen in zijn maag. Dus gewoon een beetje gebroken nachten. Gewoon alle cliché shit. Uh, maar ik, hij, hij gaat wel oké. Okay. Dat is letterlijk het enige waar ik een beetje over nadenk. van Naar huis toe zo direct, want hij is ziek. Maar verder uh, ben, ik, uh, ben ik redelijk chill. Omdat ik, ik, ik kan heel goed... Gewoon de hele boel de boel laten. En uh, ik ben al lang weer terug in mijn modus van thuis op de bank. En uh, ik heb gewoon een paar, los van, weet je, uh, familie en kinderen en de belangrijke dingen in het leven, heb ik gewoon een paar eikpuntjes op mijn dag. Waar ik gewoon, uh, ik ben fucking simpel wat dat betreft. <laughs> gewoon waar ik naartoe leef en waar ik gewoon helemaal content mee ben. Het is gewoon weet je, ochtends een paar kopjes koffie. Ja, we hebben het afte hier wel eens over gehad. Wat zijn die paar dingen op je op je dag? Uh, koffie s ochtends. Paar. Daar word ik echt, weet je, dat is als ik opsta, denk ik van, ah, nice koffie drinken. Uh, drink ochtends koffie en op het moment uh, twee drie biertjes, gewoon ergens in de namiddag en in de avond, gewoon lekkere biertjes, uh, winterbiertjes, bokbiertjes. Uh, en uh, 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 mijn hoog op het spectrum scorende uh, Dark Souls uh, uh, marathons, die gewoon never ending zijn. Ja, maar... En daar ben ik echt oprecht helemaal content mee, zeg maar, als dag-invulling. En... Dag in, dag uit. Ja. ja, we hebben het er al eerder over gehad. Volgens mij was dat een Elder Scrolls stream, denk ik. Over de, de je, 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 nou ja, je Dark Souls op zich. Nee, klopt, we hebben natuurlijk wel vaker. Uh... Hier mensen op de redactie met een, uh, met een from uh, obsessie, maar hoe, hoe ziet die er bij jou uit? Nou ja, het is altijd: weet je, in, uh, in vlagen, of tenminste in vlagen. Het is een een, een reeks, uh, en dan kan ik daarna misschien uh, het even een half jaartje of zo niet spelen. Maar ik heb nu iedere keer gewoon om het half jaar jaar, dan begin ik gewoon aan een hele boel reeks playthroughs van al die games en uh, in dit geval begon het met uh, Sekiro. Uh, Zit er een volgorde in? Nou ja, puur gevoel, weet je, waar ik op dat moment zin in heb. Ik, ik, had, uh, ik was naar Demon's uh, Souls uh, toe aan het werken. en ik had eindelijk een Playstation 5. En dat was natuurlijk de game waar ik het meest aan uitkeek. Um, en toen dacht ik, ik ga heel even Sekiro doen op de Playstation 5. Heel even kijken, weet je. Want ik was alles aan het downloaden, gewoon uit mijn library. Um, en ik gewoon even kijken. Omdat die, weet je, op de PlayStation 4. Ja, was die 30 FPS van kut. En toen heb ik hem op de PC gespeeld. Maar daar moest ik allemaal shit doen met ultra-wide uh, workarounds. En iedere keer een, een patcher draaien om de game ultra-wide op te starten en de framerate te unlocken. Ja, het is al, niet een big deal. Maar dat zijn van die kleine dingen. Dat, het voelt niet zo. Ik weet niet. Het voelt gewoon niet zo premium. Het is gewoon. Uh, je, je wil gewoon toch net even dat het. Uh, dat de versie die je speelt iets beter geoptimaliseerd is. Daar ja, goed, uh, PlayStation 5 draait gruwelijk. Uh, natuurlijk mag ook wel. Alle front games. Uh, ja, ja, dus um, uh, heel even kijken hoe Sekiro eruit ziet. Werd uh, een maand uh, uh, ononderbroken Sekiro spelen. Um, daar hebben we het straks nog wel heel even over. over. Um, daarna Demon's uh, Souls. Um, um, en ja, weet je, het is gewoon leuk zolang het leuk blijft. Maar het zijn games die, weet je, die zijn niet gemaakt om twee, drie keer door te spelen. Want er zit zo verschrikkelijk veel in. Dus toen heb ik echt heel veel rondjes uh, Demon Souls gedaan, heel veel verschillende characters meerdere New Game Plus rondjes. Heb je een favoriete beeld? Um, ja, wat ik wat ik was daar toen klaar mee. Toen had ik zoiets: ja, nu ga ik Dark Souls 3 spelen. Um, en, um, uh, want ik wilde daar ook even een, een echte pure strength build doen. En ik, ik, ik merk, um, ik vind namelijk faith vind ik super tof. Dat zijn die lightning spells. En um, sorcery sowieso, het, het verschilt ook per game. Weet je. In Dark Souls 3 vind ik pyromancy echt super lekker spelen. Um, maar het vetste is toch voor mij altijd de strength build. Omdat, um, ook al kan je er heel goed mee werken, uh, het schakelen door je spels is een beetje klanky en je gaat heel erg afwachtend spelen en het kan het een, een stuk makkelijker maken gewoon van een afstand, weet je, grote spels op vijanden gooien en alleen maar achteruit rollen. Um, maar ja, de echte fun zit hem wel natuurlijk in gewoon de een melee uh, speelstijl. Dus het leukste vind ik altijd gewoon uh, pure strength, gewoon ultra great, uh, great soort. gewoon echt van die ridiculous grote. Wat weet je, Dark Souls is één grote berserk. Uh, ...hommage. Mm -hmm. Dus dan speel je... ...ook, weet je, met een... Uh, ...een, een great sword net zoals... Uh, ...net zoals Guts. En... Um, uh, ...ja, weet je... Uh, ...met faith als ondersteunende spels. Dus een uh, strength-faith build... ...met vooral strength en dan faith... ...gewoon voor de support spels, niet als caster. Dat, uh, dat is eigenlijk... ...toch wel steeds mijn lievelingsbeeld. Uh, ze hebben dus, al die games hebben ze... Hebben ze ...gezamenlijk één ding, wa wa waardoor... ...je er zo in zit... Uh, de speelstijl of. Ja, is het is echt de, de... een combinatie van dingen. Uh, sowieso de, uh, de sfeer, um, de uitdaging. Uh, weet je, die dark gothic, die, die, die cutscenes, er de, zitten de, de, de momenten in. Dat is echt. Niks komt in de buurt. Gewoon not even close. Er zit, uh, zit zo'n uh, vette uh, uh, vibe in, in, in al die werelden. Um, maar het, het is ook vooral gewoon hoeveel eruit uh, te pluizen valt en hoeveel um, geheimen. En weet je, je hebt echt letterlijk, ben uh, ik wel minimaal 10 playthroughs nodig om weet je, het echt door en door te kennen. En ja, dat, 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 dat is gewoon het knappere. Ik heb 13 of ik heb 11 uh, keer nu achter elkaar Dimensals in één loop gedaan. En weet je omdat er zit zoveel in om te masteren. Zeker in, in, in Demon's Souls. Waar weet je, uh, je gewoon je, je hele routine vindt. Omdat je die, die, die world en die character-tendency hebt. Wat echt een, een super clunky en unforgiving mechanisme is. Maar dat. Uh, ja. Uh, als je daar gewoon handig doorheen walst in je playthroughs. Dat is super cool. En uh, Dark Souls 3 Idem. Weet je, ik ben nu. Ik heb die game echt. Nou, wat ik ben nu dus terug naar mijn PlayStation Save. Um, en daar had ik al een, een, iets van negen playthroughs op staan ongeveer. Toen ben ik per se gaan spelen, al die games. En in Dark Souls 3 heb ik toen weer precies hetzelfde gedaan. Uh, dus ik denk dat ik nu op mijn 19e of 20ste playthrough zit, omdat ik weer terug ben naar van de PlayStation. Keer. En weet je, ik heb nu nog steeds gewoon. Weet je, dat ik denk van ah, ik pak nu dit wapen. Want ik heb het altijd, ik heb wel een keer getest. Maar er zit nog gewoon shit in die je niet hebt. Een Speelstijl die je niet hebt gedaan. Weet je, De... hoe lang is zo'n playthrough? Um, ja, hangt er van af. Uh, het, het kan best wel snel. Weet je, het, 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 ik ben redelijk. Ik, ik, ik probeer zeg maar iedere keer het minder zorgvuldig te doen, maar ik kan eigenlijk niet. Ik pak dingen op die ik niet nodig heb, omdat ik. ik weet je, ik, ik, ik speel hem alsof ik alles voor het eerst verzamel. Dus alles dubbelt gewoon op in mijn inventory, omdat ik... Je kan er in theorie heel snel doorheen, weet je. Ik was wel nu... Uh, ja, in theorie kan ik in een dag er doorheen. Dat, 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 dat is op zich uh, prima te doen. Maar ja, weet je, het, het is gewoon... Ik heb helemaal geen haast ook. Ik vind het gewoon... Ik, ik blijf het gewoon vet vinden om er doorheen te gaan. Die wereld is zo uh, uh, diep en het is zo tof om daar... Het, het is de ultieme sandbox. Is dat zo? Ja. Dat die bestellen? Oké. Okay, okay. Ja, wel qua weet je, niet volledig open wereld, maar wel gewoon uh, het, het, hetzelfde principe van gewoon weet je spelen met uh, de gameplay mechanics. Uh, dat, dat vind ik ook het toffe aan, weet je, de glitches en de speedruns en de dingen die mensen ontdekken. Er zitten zoveel uh, geinige mechanics in die niet bedoeld zijn, maar uh, omdat die community zo hardcore dit doet, weet je, die games op loop spelen, dat ze ontdekken dingen die, ja, die zijn gewoon bizar uh, en als je sommige van die, ik bedoel je hebt natuurlijk uh, Glitchless uh, speedruns. Um, het gaat ook redelijk wat tijd in gewoon weet je naar het kijken van al die shit en het is gewoon geniaal weet je, de, hoe dingen ontdekt zijn en de paths die mensen vinden, de omgevingen en ja het is gewoon. Uh... Zijn er geen andere games of franchises of, of, of ja gewoon games die dit ook bij je triggeren op dit moment? Nope. En wat, wat, waarom dan dit? Dus, uh, dit is hun is formule. Er dus, dus is ding. niemand die dit zo goed doet als zij. En dat is ook wel interessant aan uh, uh, die discussie die een beetje ontstond met Elden Ring. Omdat mensen. Uh, sommige mensen hadden zoiets van ja. Kijk, Sekiro hebben ze echt van de grond af opgebouwd. Dat is een compleet andere game. Uh, en Bloodborne bijvoorbeeld is best wel meer Dark Souls dan Sekiro. Daar hebben ze gewoon uh, de rol en, en natuurlijk een twist op de wereld, weet je. Uh, maar het is nog steeds een beetje ook dark gothic, uh, iets andere stijl. Uh, maar de Perry met dat, dat schot, in, weet je. Ze, ze, ze hebben eigenlijk een soort van de dexterity build uit uh, uh, Dark Souls uh, hebben ze genomen en daar hebben ze een game van gemaakt, weet je. Geen schilden. Uh, uh, geen Magic, gewoon één speelstijl en die verder uitbelicht. En Sekiro is echt compleet een eigen game. En uh, Elden Ring hebben mensen iets van, ja, weet je, maar het zijn gewoon deels dezelfde animaties. De, weet je, het is eigenlijk net zoals Bloodborne heel erg Dark Souls-achtig voelt, doet de Elden Ring dat ook. Alleen, um, ik zat van, van een van die uh, Dark Souls, of eigenlijk die From Software YouTubers... Zat ik uh, een, een Eldering ding te kijken, uh, dat kaart hij ook aan. En dat is wel echt een heel goed punt. Van, als je ziet hoeveel uh, gevestigde developers en nu uh, missers maken omdat uh, uh, ze te ambitieus zijn in hun project. Uh, kijk naar een Steampunk. Um, cyberpunk. Uh, sorry, kijk naar een, 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 een cyberpunk. Uh, als je dan uh, als een, een from software gewoon heel realistisch bent, van we willen een open wereld game maken, wat al ...ja, een enorm risico is... ...gaan we dan alles weggooien wat we hebben gedaan... ...of doen we, weet je, het hergebruiken van assets... ...en borduren we voort op onze formule, onze formule... ...die we al, uh, ja, nu lange tijd... Uh, ...gewoon, weet je, steeds uitbreiden met nieuwe shit. En uh, dus ik, ja, ik, ik, ik denk dat het een hele slimme set is geweest... ...dat er gewoon heel veel hergebruikt is... ...en dat het deels gewoon, weet je, elementen uit Dark Souls uh, uh, bevat... Los van het feit dat ik het persoonlijk weet, je, voor mij had het gewoon World of Dark Souls mogen zijn. Weet je, ik, ik, uh, dat, heb, je, heb je zin in Eldering? Ja, ridiculously ridiculously veel dat uh, uh, ik dat wordt een staycation. Ik ga echt uh, vrij nemen. Precies, maar wat is het dan dat, waarom geen ander soort games? Waarom, die, waarom ja, net afgezien van dat het gewoon je favoriet is, waarom is er niks anders? Want ik heb dat ook hoor met bepaalde dingen. Uh, ik heb dat met heel veel, weet ik, veel serie's of wat dan ook jaarlijks, dat ik denk, ik zit dan in één vibe. En Jij zei het net al een soort van semi-on-the-spectrum iets. Waarom is het dat, dat we soms ons maar kunnen, of eigenlijk willen focussen op één ding en dat de rest ineens helemaal onboeiend is? Heb je daar een verklaring voor? Nou, ja, in dit geval bij mij is het gewoon omdat. Uh, wat ik zoek in, in een game ervaring: uh, dat er geen enkele andere developer of serie uh, is die het zo goed doet als From Software met die, die, die Soulsborne games van hun. Ja, maar het is het hoop Soulsborne wat je, wat je zoekt, wat je wilt nu en niet een ander um, type game. Nou ja, het mag ook wel een compleet andere type game zijn, maar het gaat wel een beetje om het principe: gewoon een, 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 een wereld waarin je je echt weet je, lange tijd kan vastbijten. Omdat er zo uh, verschrikkelijk veel geheimen in zitten uit te pluizen. Mechanics die pas na maandenlang echt uh, goed worden ontdekt. En uh, dat de community pas echt, weet je, met z'n allen een beetje ontdekken wat, wat, wat goed werkt. En, uh, en, en, en er zijn gewoon niet echt andere games die die focus hebben. Dat, uh, uh, dat is er gewoon niet. Ik heb bijvoorbeeld toen ik... Uh, uh, die uh, die PlayStation 5 uh, eindelijk had staan, uh, had ik ook um, uh, een aantal van die PlayStation Plus games die ik gewoon had liggen en uh, die waar ik nooit zin in in, in had, uh, bijvoorbeeld uh, Uncharted uh, uh, 4 Die stond in mijn PlayStation Plus lijst, dus ja, knal ik er ook op. Ik heb gewoon, ik heb zin om dingen op mijn PlayStation te gaan spelen. Hij is net ja. nieuw. Um, en dat was voordat ik aan deze ronde van From Software Games begon. En ja, super vet. Maar het is, weet je, het is gewoon niet te vergelijken, zoiets. Het is, het is weet je, echt een andere vorm van media. Uh, en weet ik, ik zat nu. Uh, er zijn natuurlijk een boel nieuwe dingen getoond de laatste weken. Ook toffe shit voor. Uh, die, die Unreal Engine was natuurlijk een goede. Uh, met die Matrix demo. Uh, maar ook uh, bij de awards zijn een heleboel nieuwe games aangekondigd. Uh, ik zat ook een filmpje te kijken van. Uh, uh, Resident Evil 3 uh, Remake op de PlayStation 5. Uh, want uh, mensen zitten dan, uh, zetten dan die 4K 60 FPS dingen online. En het, het ziet er schitterend uit. Maar ik zie gewoon al. Weet je. Die games die je gewoon door een hele mooie wereld nemen aan de hand. En natuurlijk is het interactief en moet je zelf wat doen. Maar ja uiteindelijk weet je ik, ik kan daar soms zin in hebben maar het is echt een, een andere gamebeleving en uh, dit 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 hele uh, die Dark Souls flow ik denk dat het uh, de essentiële dingen zijn uh, uh, dat het niet lineair is die uitdaging um, replayability uh, uh, en vibe en de vibe inderdaad gewoon uh, een wereld die ook gewoon visueel en qua verhaal want echt waar er zitten er zitten katsies tussen ik, weet je ik, ik zie ze voor de voor voor de twintigste keer en uh, weet je ik laat ze nog vaak gewoon spelen omdat ik echt zie ze van ja dit is echt te ziek voor woorden die scènes Zit er vette voice acting in um, ja ik hou er heel erg van wij hebben wij hebben het hier een keer over gehad en jij zei toen al van ja hoe weird die audio is ingemixt ja Um, want ja, hij klinkt een beetje hol. Ja, die, en... Ook die is heel ja, nou ja, sec of heel directe, gehollig Ja, niet het bombastisch. Een hele weirde uh, stijl, maar het is zo eigen. En het heeft het zo gemaakt dat die weirde NPCs met die weirde dialogen en ja, het, 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 weet je. Kijk, inmiddels zit ik er ook te diep in om er nog objectief naar te kijken, omdat ik ben al volledig weet je gone. Maar uh, ook dat is, is zo sick gewoon weet je die iedere keer die zoals nu bijvoorbeeld ben ik Dark Souls 3 weer aan doen en dan in Firelink Shrine gewoon die die muziek en die vibe ja ik weet niet er het, uh, het, 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 het komt gewoon niks in de buurt. Je hebt uh, dit natuurlijk deze soort van obsessie heb je misschien in mindere mate ook een beetje met Destiny ooit gehad uh, maar ook met World of Warcraft natuurlijk. Yeah. Hoe, hoe lang gaat deze, deze streak nog duren? Ja, maar het knappe hieraan is wel dat dit gewoon... Uh, on, ondanks de multiplayer elementen... dat dit gewoon weet je, geen MMO is. Uh, en en dat, dat, dat is wel echt heel bijzonder. Dat ze diezelfde uh, tijdsinvestering voor elkaar krijgen. En diezelfde betrokkenheid... Uh, zonder um, uh, dat je meegaat in zo'n community. De weekly update of de weekly reset met je weekly chores die je moet doen. En ja, ja, ja. En natuurlijk heb je leuke online uh, componenten erin zitten. Um, maar ik ben daar niet eens zo heel veel mee bezig. Ik, ik ben gewoon die kerkers aan het uh, opbouwen keer op keer. En weer een nieuwe speelstijl. Iets andere beeld, iets andere wapens. Dus dat is echt wel. Zeg maar een groot compliment voor, voor hoe diep dat aspect van die game is. En. Um, Zet je andere games aan de. Weet je, ik, ik kan me voorstellen dat er eventueel best wel games zijn die je ook zou willen spelen, maar ze even vanaf Ja, die, Dus niet echt. Wel. Maar ik, heb, ik nee. heb een enorme hoeveelheid games nog in Steam en uh, ook op mijn ja. PS5 staan die ik niet heb. Wanneer deze fix ooit eventueel uh, ge, 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 getemd is. Ja, nee, er komt vast wel een moment. Maar dat zijn ook. Weet je, ik had dat ook met. Uh, uh, voordat ik hier aan begon, ja, dan heb je gewoon vijf games die je speelt in, in twee maanden. Um, en dan ga je dan snel doorheen. En het is ook echt van, nou, oké, okay, uitgespeeld, klaar, next. Ja. En uh, dit is gewoon uitgespeeld. Ik wil niks anders, ik vind dit zo awesome. En again, en again, en again. Precies, zijn er niet andere, zijn er games uh, die in het verschiet liggen, bijvoorbeeld, waarvan je denkt van ja, die zou ik wel best wel willen spelen, maar ik kan me voorstellen dat ik gewoon eerst nog steeds al deze games, again, en again, en again, en dat je eigenlijk al die toppers die er misschien nog aan zitten te komen, links gaat laten. Nou, lesen. op zich maak ik me daar nooit zo druk om, want ik weet, weet je, de meeste games die blijven lange tijd tof. Dus ik heb ook nog steeds dingen klaarstaan waarvan ik weet, als ik er te zijn de tijd aan toekom, vind ik het nog steeds cool. Uh, ik heb nog steeds cyber, uh, Cyberpunk klaarstaan op de PC. Uh, ik heb hem geïnstalleerd, uh, nieuwste updates, et cetera, et cetera. Okay, dan, elke week een keer een updateje, maar je, je hebt hem nog niet opgestart. Nee. <laughs> maar zo zijn er volgend jaar waarschijnlijk ook heel veel games die er misschien aankomen... afgezien van Elden Ring, die je dan natuurlijk wel gaat doen. Die... Ja, dat is het enige. Ik zat nu een beetje uh, met... Uh, dat Gran Turismo komt uh, vlak na uh, Elden Ring. Uh, dus ik heb heel erg zin in Gran Turismo. Daar kijk ik al heel lang naar uit. Maar die ga niet spelen? Maar die ga ik niet spelen als die uitkomt. Nee. Tenminste, dat weet je... Uh, ja, misschien. Uh, ik weet niet hoe lang ik met Eldering bezig blijf. Ik kan me voorstellen dat daar wel een paar maanden minimaal in gaan zitten. Dus, dus die... uh, ja, dan, dan kom ik van de zomer aan Gran Turismo toe. En dat maakt ook niks uit, weet je. Van de zomer is Gran Turismo 7 nog steeds net zo cool als in maart. Ja, waarschijnlijk wel. Is, is je... Je bent in principe... Nou, de laatste decennia, misschien wel, wel echt een PC-gamer, maar is, is, is dat nog steeds je was go-to of is je de PlayStation 5 je go-to geworden dit jaar? Nou ja, Nu, de afgelo afgelopen maanden, de PlayStation. Ja, maar als je maar, over maar dat het, het hele, hele jaar deze games er nu op speelt. Ja, okay. maar uh, als je maar over het hele jaar kijkt, was het je, was het je nou, Nee, Ik heb or? begin van het jaar niet zoveel gespeeld. Überhaupt. Nee. Waarom? Uh, Omdat. Ja, ik weet niet. gewoon. Uh, er was geen Dark Souls druk dit. met andere dingen en, en soms. Ik, ik kan ook, weet je. Makkelijk een keer drie tot zes maanden hebben dat ik niet zoveel speel. Dat uh, uh, had je de drukker toen? Want we kunnen wel weer eventjes terug van de games. We zijn nu begonnen met games, maar we kunnen nog eventjes naar de, de General. Uh, het jaar had je, had je een, uh, was het een druk jaar? Um, ja, ja, tenminste uh, op een goede manier. Uh, dus uh, ik ben blij dat ik genoeg te doen heb. Uh, druk met wat allemaal? Uh, gewoon de freelance klussen. Die, die lopen nog steeds naast Game Kings, naast Blast, gewoon de de de, de copywriting dingen ja. vooral. Uh, Daar ben ik gewoon uh, de hele week mee uh, onder de pannen en uh, dat. Even snel, uh, snel dingen afschrijven zodat je weer eventjes Dark Souls in kan. Uh, nee, nee, dat vind, dat vind ik zo chill aan uh, Dark Souls versus World of Warcraft of Destiny. Weet je, uh, kan single player, ja. dus er is, weet je, 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 je kan er zin in hebben, maar. Het is niet zo van, ah, kut, weet je, de weekly reset... en ik moet dit nog doen en ik moet... Dat moet-ding, dat is gewoon echt heel kut. Oh, en het moet niet, maar zo voel je dat. En dat, dat is meestal ook het moment dat je weet van... ja, oké, okay, weet je, nu uh, gaat stiekem de lol er een beetje vanaf. En ik had het ook met World of Warcraft en met Destiny... dat, weet je, uh, je speelt met meerdere characters... dus dan is die hele lijst van alles wat je wekelijks kan doen... om bij te blijven met je gear progression... is ja, weet je, maal drie, of eh, in het geval van Will of Warcraft nog maal meer. Maar Destiny had dan drie classes, dus dat deed je met je Warlock en je Titan en je Hunter. En dan, dan gaat er stiekem best wel wat tijd in zitten. En dan weet ik veel, dan was de reset op woensdag, en had je, of dinsdag, en had je maandag echt zoiets, van, ah, kut, ik moet eigenlijk met mijn Titan moet ik nog. En dat is eigenlijk het moment dat je zoiets zegt, ja, wat de fuck ben, ik ja, aan ben je? Jij bent toegestopt? Uh, ja, gestopt. Nu toen, toen werd de... Ik ben met Destiny Bank op een gegeven moment gestopt dat er gewoon, uh, volgens mij. Uh, werd het toen weer een, een sniper uit jaar 1 werd geïntroduceerd als de main thing van de aankomende patch. En toen was ik zoiets van, ja jongens, weet je, en het was al na een 1-2 jaar heel veel, weet je, content weer terugbrengen en dat de, de, de grote, uh, het grote nieuwtje was van, ah, dit, dit wapen komt terug. Zo dus van, ja, weet je, die heb ik al twee keer terug zien komen en. Uh, of dit gebied komt terug en omdat het een oud gebied is en het was weggehaald en dan komt het weer terug weet je die destiny vault van content die even verdwijnt... en dan brengt ze het weer terug en die flow van herkau van content was ik gewoon zo klaar met ik zie iets van, ja dat was de, ik, deze dit jaar trouwens dan toch nee, nee 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 maar ik zie dat het nog steeds gebeurt en er zit ook ongetwijfeld goede nieuwe shit tussen maar um, het, het was geen um, ja geen content roadmap waar ik Zoiets had van ja dat, dat dit vind ik interessant. Ik, uh, ik heb iets meer nodig. En ik snap wel dat, weet je, je kan niet iedere ieder kwartaal, weet je, compleet nieuwe DLC uh, uitbrengen. Je moet dingen uh, herkouwen en hergebruiken. Maar dit, dit ging voor mijn gevoel even iets te ver na zoveel jaar ook. hè, want dan, dan is iets al snel herkoud. Want ik had de game echt wel redelijk kapot gespeeld. Precies. Maar het begin van het jaar was je dus misschien wat drukker dan, uh, dan uh, de, de, de laatste helft. Ja, en, en wat ik zeg gewoon, weet je, dan vind ik het ook lekker om niks te spelen, om even niet... Andere interesses, we hebben nog een keer een avondje goed uh, ramen gegeten en gezopen. Ja, nee, maar daarom, ik vind genoeg dingen leuk, weet je, uh, om me mee bezig te houden. En, heb je, heb je uh, nog genoeg andere dingen kunnen doen? Wel genoeg, als in veel minder dan normaal, maar... Nou ja, weet je, de, leuke de, dingen, de dingen die ik verder tof vind, uh, als ik niet uh, 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 aan het gamen ben... Um, uh, ja, uh, muziek altijd. Uh, nou, dat is vooral luisteren en niet heel erg uh, de showtjes. Want dat uh, uh, heeft er natuurlijk ook zwaar onder geleden. Ja, die waren er niet echt. Ik heb hem inderdaad hier ook op staan. Ben je nog in de, in de bal geraakt van nieuwe muziek? Um, ja, normaal denk ik hier wat beter over na. Uh, we hebben veel genres die we, die we alle twee luisteren. Metal, uh, country. Ja, uh, daar zit, er zit altijd genoeg uh, uh, tussen. Um, nee, ja, nog steeds heel veel... Uh, oude dingen vooral. Uh, dus ja, je, 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 we hebben het zo vaak over muziek, dat, en we sturen ja. dingen en weer, dat je dat eigenlijk altijd wel weet, maar gewoon de... Nou ja, ik weet uh, nog bijvoorbeeld, jij hebt uh, we, altijd als wij in een roadtrip gaan, dan, dan komt er, dan zijn er twee, we luisteren heel veel metal, heel veel country, ja. maar er zit ja, altijd een momentje hardcore in, maar er zit ook altijd een momentje dancehall in. En ik heb dus <laughs> bijvoorbeeld dancehall heel veel geluisterd dit jaar. I don't know why. Zomers uh, ja, doe ik dat wel altijd. Ja, precies. Ja, ja. ja. Nee, maar dat bedoel ik. Dus ja. dat heb je ook, maar niet, maar dan, niet iets nieuws uh, heb je dit jaar uh, ontmoet. Um, nee, we waren het de laatste over. Ik heb wel veel King Gizzard geluisterd, um, um, uh, Dope Lemon, ja. ook erg cool. Gewoon dat hele elektronic indie. Hele, in hele, die... hele nou, ja, het is eigenlijk meer een soort van, um, ja, niet stoner, as in the rock, maar gewoon echt letterlijk gewoon. Uh, hele lekkere, stond op het strand, muziek, super rustig. Ja. Uh, dus dat is altijd wel een goeie. Uh, uh, veel, uh, maar hadden we hadden het ook eigenlijk een beetje over tijdens die st uh, stream. Uh, uh, veel Wardruna en uh, een beetje die... Wereldmuziek, maar dan metal, weer de taken version. Noors. Ja. Dat is ja. wel wereldmuziek. Ja, de, ja. Ja, 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 maar ik krijg altijd een beetje jeuk van wereldmuziek. Maar <laughs> ja, dat snap ik. Maar de Scandinavische uh, traditionele Drommels, pagan vibe. Ja, uh, die snap ik inderdaad. En voor de rest dus wel genoeg leuke dingen om, uh, om het jaar uh, door te komen naast gaming. Um, ja, ik, bedoel, ik ben altijd gewoon verder uh, aan het sporten. En uh, 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 met de auto's bezig. Kijk, ja, ik wil net zeggen, is er nog iets nieuws uh, op het pad gekomen? Naast nou, de, de nieuwe muziek, dan misschien wat minder. Maar, maar uh, uh, ik zag uh, een nieuwe auto net voor de deur uh, rijden. Of zijn er nog andere hobby's die je hebt ontdekt dit jaar? Um, nee, nee, wel echt gewoon veel met, die, met de auto's bezig. Gewoon, uh, um, ik, ik, ik vind op zich alles stof. Maar. Um, dit en... jaar staat in het teken van Japanse anime-auto's. Nee, maar, nou ja, en eigenlijk. Al best wel lang natuurlijk dat gewoon die echte JDM-auto's, ja. uh, gewoon de, uh, de modellen die nooit ergens anders uh, buiten Japan zijn uitgebracht. Uh, ja, dat, dat, dat blijft toch altijd wel gewoon het, uh, het, het, het main thing, zeg maar. Uh, dus uh, uh, de, de Skyline, uh, die ik heb staan, ben ik al nu een jaartje of twee mee bezig. Gewoon om die helemaal, weet je tip-top, pristine te maken en uh, gewoon, weet je, van de nieuwe dash vans online vinden tot, weet je, alle kleine details. Dat is ook een uh, slurpende hobby natuurlijk. Ja, maar hij staat gewoon netjes uh, binnen en. Nee, heb je nog niet qua geld, maar gewoon qua tijd. Het is een soort van, daar kan je, daar kan je, je in verliezen. Ja, het is, het is vooral tof om de juiste dingen tegen te komen. Ja, ik wou het hebben, zijn uh, en, ook en ook haast hebt is het cool, weet je, en is het gewoon. Des te uh, nicer als je dan uh, te zijn de tijd uh, een keertje uh, dat ene onderdeel zoekt. wat je, wat je al, weet ik veel, een jaar lang uh, uh, online bepaalde sites voor in de gaten aan het houden bent. Komt je een keer langs in de juiste Facebookgroep of zo. En dan uh, weet ik veel, stuurt een of andere gast uh, uit uh, Maleisië een uh, sigarettenaanstekerhoudertje op. En dan, Met een uh, dan is Dat erop. stukje ook klaar. Precies. En, uh, en dus uh, uh, waar jij net op doelde, een uh, uh, Japans busje uh, geïmporteerd. Zo'n uh, yeah. zo vierkant. Anime Bento uh, Box. Uh, <laughs> yeah. Order Service Busje. Ja, <laughs> Hoe noem je zo'n busje? Uh, het zijn Kaivans. Oké, okay, ja, precies. En dat is, uh, dat is een klasse auto in Japan uh, met uh, allemaal hetzelfde motorinhoud, hele kleine motortjes. En um, ja, iedereen die in Japan is geweest, die kent ze. Want je hebt al die hele kleine busjes. En, uh, en vierkant zijn ze. Uh, ja. ja, ja, ja. En. Uh, dat, uh, dat zijn gewoon super toffe dingen. Zeker weten. Ben je nog van plan om daar iets mee te gaan doen? Een hele gekke Japanse anime-terties erop of zo? Nee, nee, nee. Nee, nee maar dat blijft. Uh, hij is al extreem. Ja, ja, weet je, qua uh, geen rap of, 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 of dingen erop. Er zitten gewoon wat leuke Japanse stickers op. En uh, verder, uh, uh, ja, weet je, eigenlijk wat ik altijd wil doen met alle auto's, gewoon een keer het juiste uitlaatsysteempje en uh, de juiste wielen nog eronder juist een kwastje zoeken om precies tussen je blower uh, dingen schoon te maken. Ja, nee, ik heb een compressor gekocht, dus ik kan gewoon uh, uh, spuiten nu. Precies, ja. nice. Ja, over nerdstaf gesproken. Um, het was natuurlijk, uh, ja, we, we gaan het misschien niet te veel over het jaar hebben, maar uh, je ontkomt er natuurlijk niet aan omdat een van je andere dingen is natuurlijk blast. Uh, we zitten daar uh, nog steeds boven. Um, dat was natuurlijk een vervelend jaar. Ja, uh, ik heb het wel een beetje uh, losgelaten, want je, anders dan zit je nu al uh, uh, bijna twee jaar uh, op te vreten erover. Maar um, ja, het is gewoon zonde. Dat ja. is eigenlijk uh, waar... Open, het, dicht, half open. Het schiet gewoon niet echt op. Nee, het is, ver vervelend. is, is het Merkte je wel dat... Uh, want af en toe was het alsnog hartstikke gezellig druk en wat dan ook. Merkte je wat aan de... Ja, natuurlijk wel af en toe weten mensen niet of ze mogen komen of niet. Maar wel de leren en dat soort dingen? Nee, maar er zijn natuurlijk zoveel verschillende periodes geweest... dat het open mocht weet je, de eerste keer uh, na de eerste lockdown dat iedereen nog een beetje naïef was van nou dat was de lockdown, nu zijn we klaar. Ja. Uh, en tot dan wel natuurlijk een beetje rekening houden met nou een beetje misschien kan er een tweede golf komen. Tot dat mensen nu ja gewoon echt zoiets hebben van ja die shit gaat nooit weg en weet je dus de, de, de vibe die mensen hebben dat het nu dan uh, tot voor kort wel weer mocht. Weet je, sommige mensen hadden ook zoiets van, dat merk je overal eigenlijk, dat het best wel rustig was. Omdat, uh, ja, weet je, sowieso mochten natuurlijk maar tot vijf uur uh, iets open. Maar dat je ook merkte, mensen wisten even niet meer uh, wat nou wel en niet open is. Weet je, is, is dit, dit soort tenten wel open, dat soort dingen niet. Fuck it, blijf gewoon thuis. Ja, maar het is natuurlijk op een gegeven moment, uh, jullie uh, gingen vor, vorig jaar zeggen, graaf jullie aan van, nou, dat, dat weet je, we, we kunnen dat best managen. Maar is dat nog een beetje uit te houden? Ja, op zich wel. Uh, maar wat ik zeg, het is niet kut uh, uh, in uh, de vorm dat, uh, dat we omvallen. Precies. Ja. Uh, het is gewoon zonde. Ja. Dat is het vooral. En. Uh, uh, nee maar voor sommige tenten ook vooral natuurlijk in hospitalen of horeca uh, is dat echt niet meer uit te houden maar nee. uitzingen dat uh, met natuurlijk gewoon een nee een... maar je hebt natuurlijk weet je een hele een heleboel verschillende bedrijven uh, met allemaal uh, een andere setup qua uh, personeel en locatie en ja. wij zijn op zich gewoon heel flexibel opgezet ja dus dat um, dat maakt het uh, uh, dat we het redden alleen um, uh, en daarom, als je ook kijkt, weet je, ik bedoel, er zijn zoveel mensen die uh, uh, hun, weet ik veel, levenswerk of project van jarenlang hebben zien omvallen. Precies. Dus uh, in dat opzicht, weet je, zal ik er nooit uh, uh, over klagen. Uh, en ook omdat we dus allemaal gewoon uh, een andere bron van inkomsten hebben. Dus uh, niemand mag echt klagen. Uh, het is alleen zo. Nou, klagen mag wel, maar... Nou ja, maar dat vind ik op, op, oprecht niet nodig. Het is gewoon zonde, want uh, uh, ja, weet je, we hadden gewoon uh, uh, anderhalf jaar lang uh, uh, lekker opgebouwd. En uh, uh, het is gewoon zonde dat het momentum dan een beetje. Ja, iedereen wist het te vinden en wat dan ook. En op een gegeven moment is dat. Heb je, heb je nog wel leuke, uh, weet je, vette, vette eigen dingen gedaan dit jaar? Met, met de dingen want vorig jaar, dat was misschien ook wel meer een, een, een ding van daarvoor. Dat, dat je ja, game branch, vreemde feestjes, dat er ineens een soort van een, een, een boiler room was. Ja, 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 ja. Maar dat soort dingen konden natuurlijk niet. Dus. Nee, dit jaar was er... En heel veel uh, organisaties durfden het ook niet echt aan om iets te plannen. Uh, we hadden nu weer, weet je, dingen staan voor december. Uh, en ja, iedere keer als je een beetje iets plant, dan uh, word je eigenlijk weer herinnerd aan dat je dat beter niet kan doen. Dus um, uh, nee, het is gewoon echt te verwachten uh, tot het tot het een keertje echt voorbij is. Ja, ja, precies. En dan, uh, ja, gaan we weer uh, weer verder bouwen. Dat is. Uh... Ja en is het bouwen, want dat is natuurlijk ook het, het de, de vraag is het bouwen dan hier, want in principe was dit uh, ooit natuurlijk tijdelijk bedoeld. Uh, nee 2022 uh, is wel het jaar dat we dat we gaan verhuizen. Ja. Uh, dus. Um, daar zijn we ook gewoon mee bezig. Het uh... idee dat het Amsterdam uh, is of, of maakt het niet heel veel uit. Ja, wel Amsterdam. Toch? Ja. ja, omdat, ja, ja. Uh, want wij, wij zitten natuurlijk ook, we zitten boven jullie en uh, wij moeten ook eventjes tijdelijk uh, wat anders doen. Uh, we hebben nog steeds natuurlijk altijd het idee dat we als we mee kunnen, dat we weer meegaan. Gewoon omdat het, uh, nou ja, het, het werkt en het is gezellig. Maar jullie zijn inderdaad, uh, jullie hebben daar ook niet. Want het eerst was het letterlijk uh, uh, ergens begin volgend jaar. Maar dat is volgens mij alweer wat, uh, wat we. Nee, zetten. maar als we als we met een half jaar iets. Uh, uh, iets hebben, zou dat, uh, zou dat wel fijn zijn. Dus, uh, ja, doe van de Ja, Heb jij heb dat enorm mooie grote pand in Amsterdam? Je vader of jou? <laughs> stuur vooral een, uh, een, een mailtje. Heb je nog, uh, want je hebt het hier natuurlijk iets, iets onwijs vets uh, neergezet met een aantal man. Heb je nog, stel je gaat dus naar een andere plek, zouden dan dingen die je zou veranderen? Of heb je dan eens iets van, oh, maar dat zou ik dan ook wel graag willen, of dit of dat? Nee, nou, het mag natuurlijk groter. En gewoon voor nog meer kasten. Ja, dit en dan iets niet. Het moet ook niet, weet je, te groot worden. Het moet niet zo'n uh, sfeerloze uh, grote tent zijn dat het, weet je, daardoor een beetje zijn verliest. Maar gewoon, weet je, dit principe, gewoon, weet je, die toffe hangout met de juiste sfeer en dan iets groter met nog Net wat meer ruimte voor nog meer toffe games. En, uh... De rest zat al, uh, zat al gebakken, natuurlijk. Juist niet uh, muntjes, maar gewoon lekkere. Internet. Ja, nee, het is gewoon letterlijk dit. Geen karaoke rooms, geen lan. Room. Dit opschalen naar nog wat groter. Ja, maar wel met dezelfde vibe. En ja, zo. Ja, geen, ja. Uh, geen andere vreemde dingen. Nee. Alright. Um, we hebben uh, ja, dit jaar, uh, misschien ook wel omdat je druk hebt, hebben we je wat minder, uh, ietsje minder gezien trouwens. Voor, ik denk eigenlijk dat het niet veel anders was dan in 2020. Um, nee, misschien iets meer. Ja? Yeah? Nou ja, trouwens, niet dan 2020. Nou ja, omdat ik natuurlijk ook gewoon nu voor, die, uh, gewoon voor mijn normale werk, wat ik door de week doe, iedere week, uh, nog steeds van het huis zit, ben ik daar soms iets flexibeler in. Yeah. Uh, uh, tot de allereerste lockdown uh, Ja, zat ik gewoon op kantoor uh, uh, en dan uh, ja, heb je nog wat minder ruimte. Yeah. Dus uh, het hele uh, thuiswerken vind ik in dat opzicht wel heel fijn. Dus nu uh, eigenlijk inderdaad misschien alweer weer wat meer dan daarvoor. Ja, misschien stiekem wel. Ja. ja maar ja, misschien... goed, weet je, nogmaals, uh, uh, of het nou thuis is of op, op, uh, of op kantoor, ik uh, ben wel gewoon maandag tot en met vrijdag fulltime uh, aan het werk. Dus dat. Uh... Ik denk dat dat met veel mensen, ik, ik doe een beetje hetzelfde, Daan doet een beetje hetzelfde, uh, maar. We maken altijd tijd vrij of zo om, om hier naar de redactie te komen. Is dat is het een soort van is, is dit onze nerd-hobby eigenlijk? Ja, het Toch? Ik bedoel, ja, absoluut. Ja. Dat is uh, het, het is 100% voor de lol. Ja, precies. Ja, nee, dat is uh, dat is grappig. Heb je heb je naast uh, gaming uh, over nerdstof gesproken, heb je naast gaming. Uh, zijn er nog andere nerddingen dit jaar uh, 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 geweest? Films, series, uh, hoe was je nerdjaar? Hardware misschien? Nee, ja, ik heb met uh, Daan en uh, JeeJee uh, een PC-itempje uh, opgenomen over dit jaar. En uh, uh, wat wel een, een enorme uh, buzzkill is geweest. Op dat gebied is nog steeds gewoon de tekorten aan, aan hardware. Dus uh, het feit dat als je gewoon, al zou je willen uh, dat je niet gewoon normaal bepaalde uh, componenten kan bestellen uh, en laat staan voor een normale prijs, dat uh, haalt de lol er wel een beetje van af. Dus uh, de hardware hobby is een beetje ingelost voor iets anders. Nou ja, en het was ook fijn. weet je, want mijn pc was gewoon goed. Dus ik, ik had niks nodig. Uh, maar daardoor um, hebben we op dat uh, heb ik op dat gebied eigenlijk niet echt uh, iets zinnigs gedaan en um, film ja, en series ja uh, maar dat is ook echt uh, uh, bij vlagen weet je het eerste half jaar uh, uh, want als ik uh, uh, dark souls dingen speel dan uh, is dat gewoon mis screen time, ja, precies. Punt. Ik wou net zeggen dat ik dus dat inderdaad het is niet naast elkaar, het is gewoon ja. echte screen time. Is, uh, is dan games, ja. En ja. oké. Okay, dus dat is twee de, 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 de laatste half jaar daarvoor nog nog nerdy vette stuff ontdekt. Nou ja, nou ja, uh, lekker met een dekentje op de bank iets doen, niet iets ontdekt. Video geen nieuwe dingen uh, per se, maar um, uh, wat wel altijd favorites zijn, um, uh, sowieso kan. Uh, de Castlevania-anime op Netflix niet genoeg credits krijgen. Um, zeker omdat dat... Uh, seizoen 3 ook... was dit jaar. Begin dit jaar. Volgens ja. mij wel. Volgens mij ook, ja. Um, en dat was zo... Heb je hem gezien? Ja, zeker weten. Uh, het, het, het gewoon... Insane. Budget, insane goed. Ja. Um, want seizoen 1 was fucking cool. En toen kwam seizoen 2 en dat was nog vetter. Want ze bouwden het op een hele goede manier uit. En het Laatste seizoen, en, het, en het is ook de, de opzet voor waar we daarna naartoe gingen. Ja. Maar dat laatste seizoen was gewoon zo waanzinnig goed. Het is wel kut dat er wat gerommel is in dat productieteam. Dus er komt de spin-off. En het volgende seizoen, en die, een van die main guys die was een beetje aan de kant gezet. Uh, dus ik hoop niet dat het dit op gaat met die serie. Maar, um, maar Castlevania gewoon glorious. En uh, uh, What We Do in the Shadows is ook echt mijn. Uh, de serie. Een van mijn lievelingsseries. Ja, uh, ja, ik ken het, maar voor de mensen die het niet kennen. Nee, nou, omdat het eigenlijk natuurlijk. Oorspronkelijke de film was. Ja. Uh, van Taika onder Titi. andere. Uh, uh, Taika Waititi. Um, uh, een beetje dat, dat groepje van uh, Flight of the Concords. Uh, uh, een Nieuw-Zeelandse team. Uh, en. Yeah, ja, mockumentary over vampires. Dat was de film al. En um, dan is het best wel. Uh, uh, knap als je daarna een serie doet... in Amerika. Want dat is dan, dat, weet je, als je een Nieuw-Zeelandse film hebt... die zo geniaal is... en je gaat daarna de serie doen... in Amerika... Ja, dan zou ik op papier zeggen van... fuck me, dat wordt kut. En het, uh, dat is het niet. Het is echt geniaal. Um, uh, ook omdat gewoon de cast niet uh, Amerikaans is. Uh, sowieso, Matt Berry zit erin. En hij is natuurlijk... Uh, natuurlijk, wie kent hem niet. Um, hij, is, hij is gewoon geniaal. Uh, want hij zit in alle, alle goede Britse shit. Um, van de Mighty Bush... tot uh, IT Crowd. Um, uh, en ja, weet je... het, 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 het nu, derde seizoen loopt nu. Of is al klaar, maar dat is, dat is net, uh, net nieuw. Uh, op FX. En, um, uh, ja, ik vind dat... Dat, dat, is, uh, dat zijn de dingen waar ik wel tijd voor maak. Precies. We hebben nog een, 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 een side question. Um, we hebben... Dit jaar gezien dat Blizzard heel erg aan het struggle is. En dat is natuurlijk wel, of in ieder geval, dat was misschien een van jouw favoriete ontwikkelaars, publishers. Ze dus doen het alle twee natuurlijk. Hoe, uh, kijk, ik kan me voorstellen omdat je nu een andere uh, uh, baby hebt op dit moment dat het niet zo heel veel uitmaakt. Maar heb je het een beetje gevolgd en hoe, uh, hoe voelt dat? Mm. Nou ja, um, het is sowieso superzuur. Want uh, ten eerste, uh, is hetgeen waarmee ze in het nieuws kwamen, uh, niet een leuk iets. Uh, dus het feit dat überhaupt dat gebeurt. Uh, ongeacht of het na een van je. lievelingsdevelopers was. Uh, is sowieso uh, triest. Kan je dat loszien van elkaar? De producten van de, de, de bedrijfsvoering? Of um, cultuur? Nou ja. Um, niet volledig. Want. Um, ik geloof er niet in dat, een, dat teams. waar. Dit soort dingen gebeuren. Um, verder, weet je, op creatief niveau wel volledig uh, um, de juiste omgeving hebben om te functioneren. Uh, ik denk dat, dat het allemaal wel ergens uh, uh, in verbinding staat met elkaar. En uh, op zich was het natuurlijk ook al um, op gamegebied. Um, ook al een beetje aan het rommelen jaren want ze hebben een warcraft 3 uh, versie uitgebracht uh, die gewoon niet zo goed was gewoon niet de blizzard kwaliteit um, uh, world of warcraft heeft ook periodes gehad gewoon geen goede content geen content er um, uh, zijn ook heel veel mensen weg um, hoe ja, het, en, dat, hoe en, en dat zeker ver, ja. weet je, vanaf het moment dat Mike Moorheem. gewoon de, de, de main. één uh, van de. Er zijn natuurlijk meerdere mensen vanaf het begin belangrijk geweest voor Blizzard. Um, maar ja, als, als steeds meer van die ziel. van de originele mensen er ook uitgaat. Ja, weet je, het, het stapelt gewoon een beetje op. Dus dat. Um, uh, ja, is absoluut wel heel. Uh, als fan vind je dat jammer. Uh, ja, absoluut. Hou je je hart vast voor de toekomst? Of, of denk je van het kan ook nou, altijd weer al nee, terugbinden? Ik, ik, je... ik ben uiteindelijk. Net iets te weet ik wel, nuchter, misschien voor dat soort echte fanboyisms. Ik uh, weet je, want het is ook een heel klein beetje de werking van de wereld dat uh, uh, succes, helaas weet je vaak ook uh, naar, uh, naar de ondergang van iets leidt. En weet je, het is een soort van rocket fuel die erin werd gegooid door het succes van World of Warcraft. En dat heeft gewoon, weet je, een decennium gewoon de boel voortgestuwd. Maar op een gegeven moment gaat die raket uit elkaar vallen. Want dat is, dat is wat er gebeurt als er zoveel geld ergens instroomt. en meerdere mensen bij betrokken raken met agenda's en partijen. En um, het kan niet puur blijven. En um, ja, wat ik zeg, ik vind het zonde om dan. Weet je rauwig te gaan zijn om Blizzard, die een hele mooie run hebben gehad. En weet je, wie weet, herpakken ze zich na een, een tijdje en komt er iets heel tofs uit hun, uh, uh, uit hun studio. Omdat er natuurlijk niet alleen maar weet je, uh, goede mensen weggaan zonder dat goede mensen bijkomen. Weet je, je weet het niet. Dus ik, het, het zou zomaar kunnen, maar als het niet gebeurt, uh, er worden zulke toffe dingen gemaakt en gedaan in, in de games industrie dat ja ik, 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 ik heb dan ook geen zin om uh, verdrietig te gaan zijn dat Blizzard uh, de gloriejaren voorbij is. Terwijl er een heleboel nieuwe developers zijn uh, die aan het begin van hun gloriejaren staan. En wie weet wat uh, de, 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 de studio's, de in, in, initiatieven. Van ex-Blizzard-medewerkers uh, die nu allemaal iets nieuws aan het doen zijn, wat daarvoor mooie dingen uit uh, gaan komen. Dus, uh... Ja, mooi gezegd. Gaan we zo langzamerhand, denk ik, naar je top 10 uh, of iets, iets van een top? Uh, ik weet niet, nog niet wat het gaat zijn. Eerst nog heel eventjes: welke van, van welke? Het zijn dus dan een van de From Games. Welke heb je het meest gespeeld dit jaar? Uh... Vraag gewoon iedereen ongeveer uh, wat hun gewoon meest gespeelde game was: uh, uh, Demon's Souls. Op PlayStation 5, de nieuwe. Ja. ja. Dat uh, was, wel, uh, was wel een mooie run. Acht, negen runs, yeah. nee, 11. Oh, 11. ja. Nee, elf. Oh, elf. We zijn 11 dit jaar. En ik ben er op, oprecht nog niet klaar mee, maar ik had ik, ik, mijn laatste uh, drie runs waren, was een pure strength build met uh, de Dragon Bone Smasher, glorious. En toen had ik zoiets van: oké, okay, nu moet ik um, met de Dragon Bone Smasher van uh, Dark Souls 3 en dat is eigenlijk gewoon de great soort of the fume uh, uh, great soort moet ik Dark Souls 3 gaan spelen want uh, um, ik heb die een beetje gebruikt um, in een quality build maar nu wil ik gewoon pure strength build dus uh, maar ik, ik, ik ben nog niet klaar met die Souls. Nee, ik ben heel benieuwd dus be wat er dan in jouw top top 10, of in je toplijstje gaat staan want ik kan me voorstellen dat er ook wat uh, dat er eigenlijk veel dan uh, games in komen te staan die niet in 2021 zijn uitgekomen? Hoe, hoe, hoe heb je hem ingericht? Nee, Onder wil je dat wil je gaan doen? Ja, we kunnen het gaan doen. We kunnen ook nog even, we kunnen eventjes... Dus inderdaad, hoe, hoe je hem ingericht hebt. Of het een... Nou, ik heb dus... Omdat ik uh, stiekem niet... Uh, uh, op een manier dat het op mijn, <laughs> op mijn indruk heeft gemaakt... Uh, tien games uit dit jaar heb gespeeld. Precies. Uh, dus ik heb een uh, top vijf gemaakt... Uh, met uh, games uit dit jaar. Want anders moet ik er shit bij gaan trekken... Um, van drie jaar terug. Of waar ik, jaar. Nee, 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 maar misschien ook iets van dit jaar. Wat ik was vergeten. Dat ik, maar als ik ben vergeten dat ik het heb gespeeld. dan verdient het niet genoemd te worden. Dus nee. uh, ik kon tot vijf games komen uit dit jaar. Dus ik denk van, nou, doen we een top 5. En dan heb ik een top 3 van wat ik het meeste heb gespeeld. en Ja, dus de uh, mentions, de uh, glorious mentions. Yeah. So, doen we de eerste glorious mentions dan? Wat jij wilt. Laten we dat doen. Um, nou ja, dat is <laughs> heel simpel. <laughs> is dan gaan liefde. we dus... Uh, de, de, laten we dit dan snel doen, want dan gaan we weer terug naar alle From Software games. Ja. Um, <laughs> en dat is uh, dat ik nu dus, en dat is wat ik nu aan het spelen ben, uh, weer terug ben uh, naar Dark Souls 3. Uh, omdat dat... Um, stiekem misschien wel um, mijn favorite is puur omdat uh, een heleboel dingen zijn herhaald uit vorige games um, maar alles is hier echt geperfectioneerd dus gewoon de um, uh, de, de de hoeveelheid content wapens uh, verschillende spels uh, uh, alles wat hierin zit uh, en, en deze wereld de, en, en waar Dark Souls 3 echt het beste in is, uh, van, van de echte Dark Souls games, dus Demon's uh, Souls en Dark Souls 1, 2 en 3, zijn de boss fights. Uh, onbetwist, dat is gewoon geen discussie. Um, omdat Demon's Souls eigenlijk niet zo heel moeilijk is qua boss fights, uh, er zitten er twee in, wat um, je, Flame Lurker en uh, Man Eaters. Dat zijn eigenlijk de twee tricky uh, uh, Dark Souls-bosses. De andere zijn best wel gimmicky en zijn hele makkelijke workarounds. Um, en hier, weet je, je zag net ook weer de Nameless King. Ik heb hem een paar dagen geleden weer gedaan. En ik zat gewoon weer met mijn koptelefoon op, met hoge hartslag. Weet je, dat, dat blijft gewoon zo vet. Um, dus ja, dit, dit is. Uh, echt een meesterwerk die um, uh, inmiddels ook wel echt in mijn top 3 staat van beste games ooit gemaakt. Dit is gewoon... Uh, maar dat staat eigenlijk op één van je Glorious Mansions. Uh, nou, nee, nee, omdat het echt over dit jaar gaat. Yeah. En dit is natuurlijk een game die... Ik, yeah. Wat ik zeg, ik ben nu volgens mij oprecht aan mijn twintigste playthrough bezig. Um, uh, maar de, 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 de tweede van dit jaar. Maar die heb ik al zoveel gespeeld. Um, dat de andere twee glorious mentions eigenlijk wat meer um, aandacht verdienen. Um, en um, de nummer twee is een goed voorbeeld daarvan. Uh, dat is Sekiro namelijk. En dat is een interessante, vind ik, om echt even, uh, gewoon even een uh, goede pluim te geven. Omdat zoveel mensen uh, uh, meer tijd nodig hadden uh, uh, om deze game te laten klikken. En ik was er één van. En uh, dat, dat, ik heb dit ook al heel kort in die stream gezegd volgens mij. Uh, de korte versie is, weet je, de Playstation 4 versie, daar komt de game niet tot z'n recht door de framerate. Dit, 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 dit soort intense, intense, intense actie games met 30 fps is gewoon niet cool. Uh, de PC versie is gewoon een beetje een slordige poort. Um, in mijn geval met name door de, uh, het gebrek aan ultra-wide uh, ondersteuning. Um, en op de Playstation 5... Uh, weet je, als je de game nog nooit hebt gespeeld, je houdt van de Dark Souls games. Je hebt het misschien ooit een keer geprobeerd. Je dacht van: nee, geloof mij, installeer dit op de PlayStation 5 en ga ervoor zitten. En um, ja, ik, de, de, deze game heeft me echt uh, volledig uh, uh, opnieuw uh, gewonnen, zeg maar. Uh, in in mijn, mijn, mijn laatste playthroughs, want dit is echt, um, echt een from software meesterwerk. Net zoals Bloodborne mag absoluut uh, in de ene adem uh, genoemd worden. Dit is uh, uh, die wereld, uh, de, de combat, de uitdaging. Het is echt de, de geheimen die erin zitten. Uh, met die, de, die twee grote slangen en die fruit. Die, hoe je er komt. Die, ja, die secrets in, in, deze, uh, in die wilden van hun zijn iedere keer zo vet gedaan. Dat uh, het komt gewoon niet veel bij, uh, bij in de buurt. En nee, de graphics en de stijl, of in ieder geval de stijl. Ja, en echt. Uh, ik heb hier de. de weet je, de, de. Ja, toch wel de, de meest uitdagende boss fights gehad. Um, en zeker in New Game Plus cycles, omdat je niet de game kan doorlevelen om het makkelijker te maken. Uh, weet je, je zit gewoon vast aan. Uh, aan het bedoelde power level voor de playthrough waar je in zit. En, uh, en dat is gewoon uh, standje. Uh, Heel erg pittig. Dus uh, ja, dat, uh, dat was ook wel iets dat je gewoon, weet je, je hebt geen workarounds. Je kan niet, er is geen cheesen. Het is gewoon, het is gewoon bikkelen bij bepaalde boss fights totdat je het gewoon hebt gemasterd. En dat, uh, dat is super cool. Ja, en nummer één, dus uh, Demon's Souls. omdat dat uh, 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 eigenlijk gewoon zoals verwacht. Het is gewoon uh, echt een geniale. Uh, dit is uh, Dark Souls 3 overigens. Uh, het is echt een geniale uh, remake. Uh, qua uh, hoe Bluepoint uh, het grafisch allemaal echt heeft uh, uh, opgepoetst. Weet je, dit soort shit. Het is, het, het is zo mooi. Het is, het is echt e een remake, ook niet een remastertje. Nee, dit is echt van de grond af opnieuw opgebouwd. Uh, met ook, uh, want ik heb ook best wel veel side-by-side -side comparisons gedaan inmiddels. Uh, uh, met ook wat artistieke vrijheid om bepaalde dingen gewoon net even iets anders te doen. En um, ja, weet je, dit is gewoon... It, it is dit is, uh, het is glorious. Het is zo'n vette game... Uh, om ook inderdaad gewoon zo door te blijven spelen. Om uh, zo goed te leren kennen... Uh, dat je precies weet waar wat staat. En uh, uh, door die wereld... door die uh, white and black tendency uh, te duiken... Uh, dat... Uh, ja, dat, 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 dat is gewoon echt iets... dat houdt je gewoon zo lang bezig. Mij in ieder geval. Uh, dit... Um, uh, ja, je, dit... Al, je bent helemaal mesmerized ja, door nee, de game... Ik, die ik, je door de, de trainer die al duizend keer heeft gedaan. Nee, omdat ik, ik vond het funny. Want ik, uh, ik, ik was dit aan het, uh, aan het spelen... En, uh, voordat ik aan uh, Dark Souls 3 begon. En toen was Dark Souls 3, wat echt een mooie game was... echt even zo van, oef, hele verslikken. En na een uurtje zie je het niet meer. Maar uh, dat was wel een ding. Ja, je top vijf. Yes. Uh, 2021 uh, games. Ja, dit is dus nog? echt uh, van dit jaar. Uh, op uh, nummer 5, uh, Forza Horizon 5. Dat, uh, je bent ook een racefan, dat doe ik nog steeds. En een auto, ja, en, eh. en, en dat, dat is het, weet je. Ik, bedoel, ik, was, ik, ik ben meer nog steeds van de GT-games. Uh, sommige dingen hiervan zijn een beetje, uh, een beetje silly. Maar dit is gewoon een hele lekkere game om te spelen. Grafisch echt schitterend. Het is echt een, uh, een showcase. Uh, wat dat betreft de defining game voor uh, Xbox vind ik, wat dat betreft. Um, waar Halo dat niet is. Um, en gewoon car culture, alle auto's die erin zitten. Um, het is gewoon knap weet je, dat die Forza Games of naar Horizon is of de gewone. Um, zo uh, systematisch uh, weet je, worden uitgebracht met nieuwe delen. Met, uh, ja, met zoveel content erin. Ja, we hebben we denk ik ook wel heel vaak langs zien komen bij Game Kings, omdat we er ook wel allemaal uh, zien dat het ja, ontzettend ontzettend goed is. Dit. ja, het is gewoon steen goed dit. Ja, valt uh, He, valt weinig anders over te die zeggen. We hebben wel eens in het echt gezien zelfs. Ja, ah, ja, nee, dit is zo'n brute bak die uh, die ja. Je vier? ja, nummer 4? Ja, nummer 4. Skyward Sword HD. Um, sowieso omdat het echt um, uh, altijd al een, 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 een geniale uh, goede game is, want het is een Zelda game. Um, maar zoals eigenlijk toen in uh, de review al besproken, ja, toch uh, um, ja, niet de meest geliefde door die motion controls. En ook al was het inkomen een beetje klanky uh, met die um, uh, de volledige besturing, nu met de sticks en de, de controller, um, ja, het, 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 het was wel super vet weer. En um, de, de, ...de learning curve was wel wat steviger... ...omdat het gewoon zo clunky is... ...en omdat je sommige dingen met de stick emuleert. Als je La, clunkier niet motion... dan de motion? Nou ja, uh, uh, clunkier dan gewoon... ...een game. puur voor de controller ontworpen... ...action adventure game... ...met, uh, met dit soort gameplay. Um, maar tegelijkertijd bleven die elementen... ...van bepaalde vijanden... ...verticaal, horizontaal... ...of op die manier moeten slashen. Ook al was het een beetje clunky dat je dat met een, een stickje uh, deed... De gameplay mechanics zijn wel heel sterk. Dus um, uh, ja, ik heb echt heel erg genoten van deze game. Is het een van je favorieten uit de serie? Of het is gewoon de Zelda, dus terug in, de, in, de, in een warm bad? Ja, ja, weet je. Uh, A Link to the past en Ocarina of Time zijn natuurlijk de inkoppertjes. Um, maar, um, en, en dit was een van de delen die ik minder vond. En, en hij is wel echt uh, enorm in mijn waardering uh, gestegen door deze port. Of door deze uh, HD-release. Uh, is de game ook goed ontvangen? Ja. Deze, ja. deze re Ja, mensen vonden het jammer dat het gewoon echt, los van dat ze de controls hebben aangepast, dat er niks nieuws in zit. Um, maar ja, uh, als je de game nog niet echt goed kende of nog nooit had gespeeld, dan maakt dat natuurlijk ook niet uit. En uh, uh, ja, het is gewoon een super vette game. Nice. Nummer drie. Uh, nummer drie, een game die mij enorm heeft verrast: uh, Ratchet ⁇ Clank, uh, Rift Apart. Uh, waarom? Uh, uh, waarom het mij heeft verrast, of waarom ik het noem? Nou, omdat ik, ik was een. Uh, Ratchet ⁇ Clank kan een tijdje niet meer op mijn radar staan. Uh, omdat het ook. Weet je, de eerste delen heb ik allemaal kapot gespeeld destijds. Op uh, uh, de eerste PlayStation consoles. Ja, dat en... was ook een verwend platform. Gamer. Ja, nee, maar dit was, weet je, eerst kwam uh, Crash en Spyro en die waren cool en dat waren dan de PlayStation-mascottes, omdat dat moest destijds, weet je, je moest een mascotte hebben als console. Um, maar toen kwamen Jack en Dexter en Ratchet en Clank en dat waren uh, ja, eigenlijk de, de, de games die zo goed waren dat ze. Ik wil Spyro was ook super cool hoor en Crash ook, maar Crash was, was natuurlijk niet echt 3D en Spyro uh, was, was cool, maar uh, toch geen Mario of Sonic. En die eerste Ratchet Clank games waren gewoon supergoed. En uh, ja, op een gegeven moment komen er meer en meer delen. en uh, Ik weet niet, ik, het, het, ook gewoon door de andere dingen die ik speelde... Precies. was ik het een beetje... Ik had het niet meer op mijn radar staan. Uh, en toen, uh, ja, in de context van... ik wilde iets spelen op mijn PlayStation 5, deze gaan doen. En ik had echt zoiets van, fuck, uh, het is zo'n goede game. Uh, grafisch echt, echt schitterend. Ja. Uh, want Laat je echt is, zien wat een PlayStation kan? Dit, dit was voor mij piece. samen met uh, Demon's Souls. Dit zijn echt next-gen ervaringen. En dat, ik vond het knap dat de PlayStation 5 dat voor elkaar kreeg terwijl ik een high-end PC heb staan. Uh, maar dit, dit was echt een next-gen ervaring. Het is zo'n mooie game. Um, en ook gewoon gameplay technisch. Echt steengoed. Zit vol met leuke dingen. Um, dit is gewoon uh, uh, Meer dan hem... uiterlijk vertoond dus. Ja, absoluut. Mocht je hem niet op je radar uh, hebben staan of wel een PlayStation 5 hebben en dag, of, uh, hebben gedacht van ja. Ratchet Clank is toch wel een beetje klaar. Nee. Deze game verdient uh, alle lof. Het is echt, uh, echt heel erg goed. Nice. Nummer twee. Um, ja, dit, uh, ik heb uh, DLC erop gezet. Maar ook omdat ik deze game eigenlijk uh, weer wilde noemen. Omdat die ook gewoon niet genoeg credits kan krijgen. Uh, er is dit jaar uh, sowieso een nieuwe DLC uitgekomen voor Blasphemous. En dat zegt je helemaal niks. En um, uh, de derde DLC... kan ik nu aan be uh, gaan beginnen. Die is net deze maand uitgekomen. En Blasphemous is een... Uh, Dark Souls-esque... Uh, uh, yeah, metroidvania game. Uh, en... Yeah, ja, gewoon echt... Uh, steengoed ook. Ik heb hem uh, vorig jaar uh, in mijn lijst gehad. En... Um, um, Blasphemous 2... want de, de game is ook echt een succes. Het is... Het is Beetje, als je van deze shit houdt. Is... Deze cutscenes zijn amazing. Ja, nee, alles is amazing. De hele game is uh, amazing. De sfeer. En, uh, uh, ook weer super moeilijk. Gameplay technisch super goed. Uh, hele vette uh, art direction. En uh, uh, Blasphemous 2 komt in uh, 2023. Dus daar ben ik sowieso heel benieuwd naar. Uh, de studio heeft uh, het goed genoeg gedaan dat dat allemaal, uh, allemaal gaat gebeuren. Maar um, ja, er is dus ook uh, er zijn, uh, er is drie keer DLC uitgekomen. En um, ja, dat heeft een beetje de, 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 op zijn hele eigen manier um, de appeal van een Dark Souls. Maar wel echt met een compleet eigen stijl en, uh, uh, en sfeer. Het ziet er heel vet uit. Ja, nee, het is glorious. Ja, ja. Het, is, uh, het is echt supergoed. Ja, ik heb het van vorig jaar, heb ik het misschien de naam wel onthouden, maar niet uh, hoe het eruit zag. Nee, nee, gewoon 2D. Ja, dit is het. Dit is ja, het is maar. wel gewoon. Uh, uh, Sidescrolling. Ja, Sidescrolling ja. um, uh, Pixels, maar um, uh, echt heel vet. Nice. Nummer 1? Ja, nummer 1. Ja, niet. Um, het spreekt voor zich, denk ik, inmiddels. Je hebt nog natuurlijk geen idee. Uh, Metroid Dread. Ja, tuurlijk. Um, want uh, jij bent een groot Metroid fan. Ik ben, ik ben een, groot, een groot Metroid fan. En uh, de game stelde niet, uh, niet teleur. Uh, verre van. Uh, dit was er ook gewoon uh, eentje, net zoals Ratchet Clank. Uh, die gewoon heel erg uh, uh, aangenaam verraste. Uh, door gewoon steen goed te zijn. Um, omdat hij gewoon ja, werd aangekondigd, was er redelijk snel. Um, iedereen zit op Metroid 4 te wachten. En uh, ja, goed, wat, uh, wat kan deze game ons bieden? En ja, fuck me, deze was ook zo waanzinnig goed. Um, ook echt moeilijk. Um, ik bedoel niet uh, Sekiro uh, moeilijk, maar echt wel boss fights waar je echt even voor moest gaan zitten. Um, echt gewoon sfeer, gameplay. Uh, alles klopte gewoon aan deze game. En uh, uh, ja, Metroid is natuurlijk. Weet je, de basis. Voor het Metroidvania-genre. En uh, dat is eigenlijk een beetje. Uh, wat ik. Uh, wat ik ook bedoelde. Waar we het eerder over hadden. Dit, dit is uh, voor mij. Hetgeen wat me het meeste bezighoudt. Want. Um, Dark Souls is feitelijk ook dit. Um, afhankelijk van welk deel. Want Demon's Souls heeft natuurlijk een ander type wereld. Maar um, weet je... En het is niet zozeer dat Dark Souls ook, weet je... wat Metroid specifiek doet... een power-up die je nodig hebt om uh, in het nieuwe gebied te komen. Maar die interconnected wereld en hoe die in elkaar steekt... en uh, dat is wel... Uh, uh, wat mij betreft is Dark Souls wel een Metroidvania-achtige game... Uh, ook al unlock je hem niet met power-ups. Uh, maar gewoon de connect. Hoe, hoe het connected is. En weet je, de backtracking. En uh, opeens weer hieruit komen. Uh, dat, dat, dat hele principe. Uh, in combinatie met de uitdaging. Dat, uh, dat zijn, dat, dat zijn uh, uh, wel elementen die uh, voor mij een game maken. Kom je uh, toch weer terug bij, bij dat soort dingen, bij dat soort games? Ja, nee, maar dat. Ja, ik weet niet. Dat heeft gewoon. Network uh, Red. Die, die willigt er nog steeds een klein beetje. Je From-fix uh, uh, in. Omdat natuurlijk. Ja, nou, ja, andersom, nou ja, maar, nee, maar dat, 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 dat doet te weinig eer aan, aan, aan dit soort games. Maar het, het is gewoon wel interessanter dan. Uh, weet ik van. Gewoon de, de standaard lineaire shit. Want dat, is, dat kan ook cool zijn als je gewoon even zin hebt in. Wat meer. Weet je. Disposable vermaak. Maar. Um, ja, gewoon de, de, de games die je gewoon echt uitdagen. Uh, niet alleen. Qua handeling, maar ook gewoon, weet je, mentaal. Dat je gewoon echt shit hebt om uit te zoeken. Uh, de games die ik het tofste vind, dat zijn ook games waar ik, uh, weet ik wel, een, uh, een Google Doc bij hou. Met dingen die ik van plan ben en een paar linkjes naar character builds. En... Had je dat hier ook? Uh, nou, voor niet. Was niet nodig, maar? Nee, maar uh, het is wel dat principe van, je, je, weet je, je hebt iets meer om je in, 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 in vast te bijten. Ja, vroeger had je dat wel gedaan. Ja, en kijk, deze viel dan nog mee, weet je. Omdat hij gewoon, weet je, in weet ik veel, 15 uur uit te spelen is in de eerste keer. En uh, je hebt gewoon je map. Maar het is wel, um, ja, ik weet niet. Het is gewoon, uh, het, 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 het biedt gewoon meer om je, om je echt op te slokken. Ja, dan zijn we, er, dan zijn we weer door een jaar heen uh, geploegd in uh, 2020 voor Steven. Ja. 2021, ja. sorry. Ja, precies. Was het uh, overal, was het, was het wel leuk? Um, ja, ik ben. Uh, I, uiteindelijk merk ik. Uh, nu ik mezelf wat beter leer kennen. naarmate je ouder wordt. Uh, wat, ja, ik, ik, zei al, ik zei het al eerder. met een beetje knipoog. Weet je, aan de ene kant. Van, ik ben gewoon fucking simpel. En. Weet je, ik heb een paar kleine dingetjes op mijn dag. waar ik gelukkig van word. Um, maar ik. Weet je, de, de, wat ik al zeg. Ik zeg het met de knipoog. Want ik heb natuurlijk. Uh, andere dingen waar ik voldoening uit haal. in het leven. Maar. Um, ik ben overwegend wel gewoon eigenlijk redelijk positief en wat dat betreft redelijk consistent in ik ben niet zo snel ja weet ik veel uh, van het veld geslagen of, of, of iets dergelijks dus ik um, ik geniet eigenlijk altijd wel van het leven tenzij er echt nare dingen op je pad komen ik heb wel eens mindere jaren gehad ja. maar um, 2020 en 2021 in ja, ja nee weet je ik wil Ondanks alle achterlijke bullshit. Nee, weet je. Dat. Uh, yeah, yeah, uh, da, daar, daar ga ik niet. Uh, da ga, daar ga ik niet van ten onder. Nice. Heb je nog een uh, afsluitend bericht eventueel. Voor onze kijkers? Nee, dat is altijd zo moeilijk. Want yeah. ja, heel pretentieus. Uh, allemaal, uh, allemaal shit. Uh, of gewoon een gemeene wens. Um, nee, nee, een beetje. Uh, uh... Zonder uh, over alle bullshit uh, te praten of daar een mening over uitspreken. te uh, Wat ik het, het, het stomste vind, om het zacht uit te drukken, van alles en iedereen die uh, daar wel heel fel in zijn, is dat het. Um, uh, mensen vinden het kennelijk heel moeilijk om als, als er dingen niet goed gaan, um, om daar um, een beetje objectief en genuanceerd. Um, uh, een, een mening over te vo vormen. En het is heel makkelijk om als je een van de twee extreme kanten die er in elke discussie, in elk, uh, in elk conflict, in elke, met elk onderwerp zijn, om dan automatisch helemaal naar de andere kant te gaan. En uh, uh, ja, aan, aan beide kanten van de extreme zit je zelden goed. Dus uh, uh, ja, probeer daar een beetje weg te blijven. Probeer een laten beetje we, het, te zijn. Laten we het zo uh, heel politiek correct uh, uitdrukken. Precies. Thanks, uh, Steven. Uh, tot volgend jaar. Thanks.